wat ik doe is, momenteel ben ik bezig met technisch implementatie en design van het protocol. Werkt op meerdere levels, niet enkel technische architectuur, maar ook economische impact van het protocol, het netwerkeffect, al die dingen. De reden waarom is omdat ik persoonlijk geloof dat de huidige platformwereld op digitaal eigenlijk een soort monopolie vormt. En er zijn paradigm shifts die we zeker willen uittesten, implementeren en ook de feedback van de community krijgen. Dus daarvoor hebben we een open source governance framework. Iedereen kan contributen aan het project. De mening van onze community is zeer belangrijk. Ik zelf heb me nooit echt comfortabel gevoeld bij grote bedrijven, grote enterprises. Omdat ik het gevoel altijd heb dat ze andere waarden hebben of interne waarden hebben die niet noodzakelijk een wereldbeeld schetsen. Dus wat wij proberen te doen met deze technologie is een soort weefsel creëren dat de hele wereld kan verbinden. Nu, blockchain en cryptocurrencies doen dit op basis van financiële motieven, maar wat wij echt proberen te doen is intelligentie, data, knowledge insemineren, zodanig dat het over de hele wereld beschikbaar is voor iedereen. Ik denk dat wat wij vooral doen, is proberen heel veel disseminatie van onze content te doen. We schrijven blogposts over hoe onze paradigmshifts eruit zien, hoe wij denken over het web van de toekomst, het internet van de toekomst. En dan specifieren we dat ook in die protocols. Ik kan u een paar voorbeelden geven over deze paradigmshifts. Eentje ervan is self-sovereignty, dus het zelfbeheer van jouw data en jouw assets, maar ook van de services waarmee dat je naar buiten komt of degene die je binnentrekt. En bijvoorbeeld voor mezelf. Wat ik merk is dat ik telkens dat ik meer en meer over die paradigm shifts begin na te denken en ik ga dan online op het web, dat ik altijd mezelf afvraag van waarom kan ik mijn data hier niet gebruiken? Waarom is deze app weer ontkoppeld? Waarom heb ik 20 messagingkanalen? Waarom krijg ik al die notificaties? Hoe kan ik mijn eigen flow op het web enten? En hoe kan ik naar die open source community gaan? Hoe kan ik dat delen? En dit zal jou zo'n honger geven om zelf iets te proberen, want de technologie is daar. Het is een open oceaan eigenlijk om deel te nemen. Heel veel dingen die je kan uitproberen nu. En het is superleuk om te doen, al zij het voor je professioneel werk of gewoon als een hobby is.